Good morning en welkom bij een nieuwe vlog. Het is dinsdagochtend en ik heb mijn haar net gewassen. Olly is daar, Sander is daar. Olivia is ons allemaal aan het insmeren. Nou, ze is nu aan zichzelf begonnen. Ze heeft mijn been heb je al ingesmeerd, hè? Nu je voet. Een beetje insmeren op je voet. Goed zo. En Olivia wordt elke dag om 12:01 uur, dus 12:01 wordt ze wakker. 'S Nachts. En dan wil ze niet meer slapen. Dus ik was vannacht ook weer zo. Oké, ik ben overbelicht. En ik ga vandaag voor Douglas iets doen. Ik weet niet precies wat nog. Maar ik denk dat het wel leuk wordt, ook met andere influencers. Dus ik ga me even klaarmaken. En het heeft iets met de make-uplijn van Douglas te maken, maar... ik denk dus dat we daar worden opgemaakt. Maar heel vaak dan denk ik van oké, ik kom met natural make-up of niet. En dan komt iedereen daar helemaal uitgedost aan. Dus misschien moet ik me maar wel gewoon een beetje opmaken. I don't know. Nou oké, ja. Ik ga dat even doen en dan zie ik jullie zo. Ik ga nu naar het event, dus ik moet het rennen. Ik ben aangekomen op het event van Douglas. Het is in de Playing Circle. Het ziet er zo uit. Dat ga ik uiteraard zo opeten. En ja, ik heb een make-up artist vandaag toegewezen gekregen net. Oh, hier is het programma. En die gaat zo mijn make-up verder doen. Maar eerst ga ik even een koffietje drinken. Focus for me for the next hour is to talk about eyes. And I'm going to transition you through a couple of what I think are the biggest trends for eye makeup for the season. And obviously, I'm sure you probably can't tell me any more than what I know in terms of what's going on in trends in makeup, because the landscape of makeup has changed and the beauty industry has changed so dramatically. And you could open up 50 different publications and there will be a different trend in every single magazine. So can we call 50 different eye makeups a trend? No. I think what we have to try and do is sort of narrow it down to particular colours, colour trends, texture trends, etc. So what I'm going to try and do is not reinvent the wheel today. You know, eyeliner is eyeliner at the end of the day. We all know that seasonally, in autumn, winter, smoky eyes are a big trend, and eyeliner is a big trend, dark lips are a big trend, and in spring, summer, it tends to be much lighter and fresher. So I'm not going to try and reinvent the wheel today or tell you something you don't already. Let's get into the moodiness of this trend. So a nice soft brush, I'm using a nice soft brush to do it. Same brush, change brushes. Just open and look up. I mean, Mariana has actually probably the perfect eye colour for this particular. Yeah. Using just the pressed powder. So just switch off some of the areas of the face. I like shine, but not through the centre. Just look up there. So it's actually a really, really nice product to add light to the eyelid. And then what I'm going to do is add one of the mono shadows in a metallic over the top. And actually it works really, really nice because, you know, everyone wants to sort of create this sort of wet look on the eyelid, but don't want to use gloss because it doesn't last for an evening. Ik ben dus aangekomen op het Douglas event en het is in de Playing Circle. Dat moet ik laten zien. En het is echt heel interessant. We hebben net dus een masterclass gekregen van Neil Young. Nee, het is niet Neil Young, die naam is gekeerd. Zo heb ik al je naam opzoeken. Neil heet hij, dat weet ik wel. En hij had dus die ooglooks laten zien die ik even gefilmd had. Die burgundy en die blauwe eyeliner en een beetje dat glossy gebeuren. Dus dat was heel erg leuk. En nu heeft iedereen een eigen beauty advisor gekregen. Van Douglas en ik ook. En daar gaan we allemaal verschillende looks mee proberen. Dus ik
ben heel erg benieuwd. Ik vind het echt leuk. Het is echt een leuke dag. Oké, we gaan beginnen. Wil jij je even voorstellen voor mijn volgers? Dat wil ik wel. Ik ben Marjan, ik werk voor Douglas in Nederland. Ik sta voornamelijk in de winkel in Zaandam. En ik ben vandaag geselecteerd om samen met onze YouTube en onze influencers te kijken wat we allemaal nieuw hebben binnen onze collectie. Ik heb begrepen dat je al wat items kent. Sommige wel, ja. Wat oogschaduws heb ik geprobeerd. Deze is trouwens echt heel mooi. Is die nieuw? Deze is niet nieuw, maar deze kleur die is nieuw. Mooi. Die is nieuw, ja. Deze kijk. Heeft nieuw ook gebruikt. Ja, ik zag het. Die is echt prachtig. Kleur. Prachtig, je kan er eigenlijk alles mee. En het mooie van deze kleur is dat er heel veel oogtinten kan. Ja. Soms moet je heel erg uitkijken, ja, inderdaad, of het niet huidig wordt, zeg ik altijd. Maar deze kan eigenlijk bij heel veel oogtinten. De texturen zijn heel erg mooi. En, ja, ik vind het echt leuk, ik moet alles proberen. Nou, ga lekker je gang. Ik kan heel veel bij aanbrengen. Misschien vind je het ook lekker om zelf heel veel. Nee, ik vind het wel. Ik kan het als jij het aanbrengt, dan zie ik wel weer hoe het valt, zeg maar. Perfect, helemaal leuk. Wat ik je ook even wil laten zien als nieuwe huidzorgingslijn. Ja. We hebben binnen Douglas hebben we al heel lang hele mooie huidzorging. Dat weten denk ik niet heel veel mensen. Nee, dat weten heel weinig mensen. Dus daarom laat ik het graag zien. Ja. Wat een hele mooie lijn is binnen onze nieuwe focuslijn. Binnen Focus hebben we verschillende lijnen die zich echt focussen op verschillende huidwensen, huidzorgen en behoeftes. Wat een hele mooie lijn is de Aquafocus lijn. Okay. En Aquafocus, nou, de naam zegt het al. Huid. Goed warme huid. En zeker ook omdat je heel veel reist. Nou, Queen of Jetlags, dat heet je niet zomaar. Dus daarom wil ik je heel graag deze lijn even laten voelen, laten ervaren. Ik kan het ook lekker even op je hand ermee laten varen. De lifesaver is het zien. Oké. Echt wel. Ik ben heel benieuwd. Ik heb een hele gevoelige huid. Ja. De producten van onze lijn zijn allemaal siliconenvrij. Ja. Er zitten geen toegevoegde kleurstoffen in. Eigenlijk voor de meeste groepen huid gestikt. Okay. Het leuke is dat de producten van onze focuslijnen zijn echt gemaakt voor onze klanten, dus onze bezoekers. Van de Douglas hebben we natuurlijk al jaren ervaring. Jaren ervaring met wat er allemaal is, maar ook ervaring met wat eigenlijk de dames en ook de heren willen. Ja, dit is de Holy Grail. Holy Grail. Snel, makkelijk en het doet wat het zegt. En dat willen we. Nou, toch. Echt een item. Ochtends en 's avonds na het reinigen van je huid. Hele mooie items voor elkaar. Laat ik je zo ook graag even zien. Okay. De Aquafocus Hydrating Serum. Oké, ik zal hem even laten zien. Nou, ik ga hem zo proberen, dus ik ga er nog niks over zeggen, maar oké. Zal ik hem op je hand eventjes demonstreren? Het is heel makkelijk in gebruik. Er zit onderop het serum. Lekker koud. Zit het, je weet het, dat zou. Dat vind ik sowieso altijd lekker. Je draait hem lekker naar de om. Je brengt een klein beetje van het product. Breng je even op het rolletje. Ik zet hem altijd weer lekker op. Anders gebruik ik heel veel serum. Dat mag natuurlijk wel, maar het is echt niet nodig. En je plaatst hem op je huid en je laat het rolletje gewoon glijden. Daardoor wordt de huid verkoeld. Het heeft gelijk een heel lekker fris en een verkwikkend effect. Het zorgt voor een betere bebloeding en een betere opname van de ingrediënten. Okay. Gletsjerwater, jongensuur, noem maar op. Eigenlijk alles wat je huid nodig heeft om vooral vocht vast te gaan houden. Wat je anders veel te snel gaat verliezen. Ja, want heel veel producten zitten allemaal olie, waardoor je zeg maar alsnog weer vocht nog warmer wordt. Ja. Weet je wat, elk huid is ook anders. Ja. En heel veel producten zeggen altijd, wij voegen vocht toe aan je huid. Nou, hoe wel heel knap voor zijn, wil je dat doen? Ja, het mooiste is natuurlijk om het vocht wat je huid voor zichzelf al heeft, dat gewoon vast te houden. Dit als basis onder elk merk, onder elke crème, onder je favoriete verzorging. Neem hem mee op vakantie, neem hem mee in het vliegtuig, heel eventjes bij, leren. Echt heel lekker. Het voelt lekker aan. Ja. Trek lekker snel in. Ja, ik heb sowieso een hele droge huid, dus mijn huid drinkt alles. Ja, en deze tijd van het jaar heeft iedereen. Nee, ik heb ook heel veel maar ik heb het echt altijd. Ja, heb je echt altijd. Ga je nog wat laten zien? Helaas. Dat is voor mijn huidtype. Nou, ondanks dat zie je er prachtig uit, hoor. Ja. Heel lekker. Ja, ik merk wel echt dat mijn huid ouder aan het worden is. Je bent heel kritisch op jezelf. Nee, maar ik zie het gewoon. Het zijn gewoon dingen. Ik ben heel goed met mijn uiterlijk bezig. Dus het zijn gewoon dingen die mij opvallen. Ze worden allemaal ouder, gelukkig.
En we willen allemaal zo mooi mogelijk oud worden. Ja. En wat je al aangeeft, maar het heel veel arm. Ik denk dat dat inderdaad, als ze dat probleem al gaan zoveel mogelijk aanpakken. Ja. Nou, ik denk dat het heel veel is. Zo'n lekker masker uit de Aqua Focus lijn, de Moisturizing Snow Mask. Hij is anders dan heel veel andere maskers. Ik zie je aan de textuur. Het is een beetje een soort whipped cream-achtige textuur. Dit is heerlijk. Dit is een masker, die mag je gewoon aanbrengen wanneer je uit het nodig hebt. Je mag zelfs de hele avond mee slapen. Wil je graag een masker wat je echt kan aanbrengen, lekker mee gaat slapen zonder dat hij als een masker voelt. Heb ik eventueel een andere masker voor? Deze mag je ook doen. Als jij zoiets hebt van, mijn huid heeft echt vocht nodig en dat wil ik ook voelen. Heel erg lekker. Mag ik hem hier eens op je hand aanbrengen? Ja. We kunnen hem niet alleen maar mijn huid beter maken vandaag. Ook kunnen we ook doen hoor. Vind ik ook leuk. Heel lekker. Hij verspreidt zich heel erg makkelijk op de huid. Zonder dat hij de huid zeg maar afdicht. Ja. Je gaat echt voelen dat hij intens hydraterend werkt. Hij is enorm zacht. Zie je het ook. Lekker hè. Zeker op je handen. Ook altijd je handen zijn vaak heel erg droog. Ja, ja. Vaak als je daar gelijk een vocht in brengt. Vocht of een product op aanbrengt. Dan zie je gelijk dat plump effect dat je op je huid gelijk. Ja, en je make-up is gewoon veel beter. Dus je huid komt altijd weer. Geen tip geven, maar deze is zo meteen uit. Ik ga deze producten zo meteen uitzoeken. Oké. Okay. Heel erg lekker. Oké. Okay. Ja. Nou, ik ben... Ik hou zo de lampen. Het heel veel licht. Vond het goed. En een van mijn favoriete producten binnen de hele lijn. Ja, iedereen. Het is zo goed. Ja, ik vind het ook gewoon leuk om te doen, gewoon veel te sprayen. Deze is heel erg lekker. Deze werkt kalmerend op de huid. Lekker de huid barrière. Er zit cotton flower in. Dat heeft een hele mooie kalmerende werking. Dat is ook de geur wat je ruikt. En er zit een zoethoudextract in. Werken helemaal ontspannend op de huid. Trekken de bewogenheid. Lekker eventueel op kleine onzuiverheden. Heel erg lekker. En hij is zelfs lekker. Mag ik hem gewoon eens bij aan sprayen? Ja hoor, natuurlijk. Mag je ogen sluiten? Ja. Hij verstoort je make-up niet. Hij trekt heel snel in. En dit is ook heel erg lekker. Ben je hier geweest? Ga je zo meteen de doek naar een afspraak. Je hebt de druk die je merkt aan je huid. Van, nou, in de airco zit je de verwarming. Spreng de effectjes overheen. Trek heel snel in. Heerlijk. Zullen we naar de make-up product brengen? Hier is een contour palet. Ja, wordt heel veel gebruikt in make-up tutorials in heel Europa. En het mooie is dat de poeders heel erg fijn zijn. Ja, ik denk eerst dat die creamy was, maar hij is inderdaad poederig. Ja, hij is in het begin moet je soms een beetje wennen. Maar juist dat heel fijn en poedig is, maakt hem heel makkelijk om mee te werken. Ja. Het blendt ook heel mooi. En zoals je ziet, hij gaat van best wel heel licht naar heel donker. Best wel heel donker. Dus eigenlijk voor bijna iedereen is een heel mooie contourpalet. En dan laat ik ook gelijk even deze zien. Oh ja. Het Glow palet. Dat is ook mooi. Ja. Heel mooi. Mag je echt gebruiken om mee te highlighten, een beetje mee te... Dit is ook mooi voor je ogen. Ja. Precies, waar ik net zei. Ze doen het ook helemaal op de ogen. Ja. Pigmenten zijn heel erg mooi. Ze hebben een heel mooi shimmetje zonder dat het te glitterig is, zeg maar. Ja. Dus, We hebben nu net blusher aangebracht. En voor mij is de blusher vaak niet heel mooi. Deze is wel mooi, deze kleur. En het is een coral nummer 3. En ik denk dat hij dus ook mooi is als overschaduw. Dus ik ga hem zo even proberen. En dan nu mijn favoriete gedeelte, de highlighter. Deze heet de Chic & Shine highlighter. Dus ik ga het even filmen. We gaan voor nogmaals een wat meer overdag doen. Dus we gaan niet te veel doen. Nee, highlighter mag echt heel veel hoor. Ja, veel je maar wilt. Ja, ja. Nou. Highlighter dat... Dit ligt nog niet zo heel erg op.
highlighter zou ik bewerken. Welke highlighter gebruik je zelf dan? Van Tom Ford. Ik heb er eentje heel lang. Maar ik wissel vaak hoor van highlighter, moet ik zeggen. Gewoon altijd weer wat nieuws. En dan vind ik het heel leuk om verschillende highlighters te proberen. Maar die van Tom Ford vind ik wel goeie. Ja, mooi is die. Mooi hè? Ik heb dus nog geen oogschaduw vandaag. Dus we gaan oogschaduw maken. Het is echt mooi om te zien met de highlighter. Het ziet er op camera ook heel mooi uit, de highlighter. Super. En extra licht erbij. Ja, dus ik ga mij laten belasten met de oogschaduw. Ik ga het zo zien. We hebben, hoe heet die kleur? Van het oogschaduw vind ik een hele mooie kleur. We hebben een klein beetje smokey eye meegemaakt. Maar ik vind die tint echt zo mooi. Kijk. De Blue Caribbean. Blue Caribbean heet die. Kijk, echt super mooi. Zou ik zelf, had ik dit nog niet zo snel geprobeerd, maar ik vind het echt prachtig. Oké, het event is voorbij van Douglas. En het was echt super leuk. En nu ga ik naar kantoor, want ik heb wat afspraken. En producten die binnen 10 dagen gelanceerd worden, zijn binnengekomen op kantoor. Dus ik kan niet wachten om nu het final product ook in mijn eigen handen te hebben. Dus ja, ik denk dat ik even lekker ga lopen, maar I have a confession to make. Ik zet dus altijd mijn navigatie aan. Oh, zo grappig, mensen die dingen roepen als je vlogt op straat. Ik zet dus navigatie altijd aan, ondanks dat ik hier 10 jaar woon. So bad. So let's walk. Ik ben op kantoor aangekomen. Hoi Sander. Nou, dat is toch niet aardig? Hè? Dat is toch niet aardig? Zie je dat, Anna? Hij steekt gewoon zijn middelvinger op. En dat was je eerder vertellen, tot het jaar van kantoor kwam. Echt? Ja. Hoi Sanne. Kijk, jullie tafel is echt een exploded. Oh, it's not my phone. It wasn't me. En die kant kan ik niet filmen, want daar liggen alle producten. Daar ben ik wel van mee. Ja, lekker. Huh? Kijk hoe mooi hij daar hangt. Koffie? Koffie, schat. Ja, graag. Ik ben bij Kay. Sander is aan het helpen met Kay haar kerstboom. Maar waar is deze van, die kerstboom? Die kerstboom, dat had je al. Ja, nou is toch hij super mooi. Ja. Wij krijgen er morgen ook zo. Sander en ik zijn thuis en Olivia. We hebben Olivia gehaald van de crash naar kantoor. En we hadden McDonald's gegeten weer heel slecht. Olivia niet, die heeft ook normaal gegeten. En nu zitten mijn twee snoepjes op de bank. Oh, jullie kijken Peter Pan, hè? That is so nice. Dit was vroeger een van mijn lievelings Disney films, maar eigenlijk is elke Disney film wel mijn lievelings. Wat was jouw lievelings Disney film vroeger, San? Jungle Book. Ja? Oh, wat grappig. Ik denk dat mijn... Ik ben Baloo de bruine beer. Dat vond ik zo, ja. Fab. Fab. Ja. Ik denk dat mijn Aladdin was. Laat jullie even een comment achter met wat jullie lievelingsfilm was. Ja, ik ga voor Aladdin, denk ik.